Wil je dan hier? Ja. Meubels is iets unieks, denk ik, binnen DVS. Waarom? Omdat je gewoon op een spelende wijze plezier maakt met elkaar. En eigenlijk het voetbal nog niet eens zozeer voorop staat. Het is puur spelen met een bal. Je hebt voetbal en je hebt spelen. En daaruit gaan ze vanzelf voetballen natuurlijk. En het stukje jongheid, dat is natuurlijk ook super leuk. Ouders mogen erbij, opa's, oma's. Dus het is een wat lagere drempel voor de kinderen om aan iets nieuws mee te gaan doen. Want als je 3 bent en je gaat op een sport, dat is natuurlijk best wel spannend. Ja, lijkt me wel, ja. En dan staan er ook nog eens allemaal papa's en mama's langs het hek. En mensen met een filmcamera. En er worden foto's gemaakt. Dus het is voor die kinderen eigenlijk eigenlijk al iets zo spannend. Dat het voetbal op zich heel laagdrempelig is. Maar de huur is plezier maken. En als er iemand een kwartier met een hoedje op zijn hoofd loopt, ook prima. Als hij dat leuk vindt of zij, dan heb een leuke ochtend gehad, dan vind ik het goed. Zijn de kinderen niet te jong om alvast met het spel in aanraking te komen? Het is dan volgens mij toch alleen spelen? De voetballer doet het er helemaal niet toe. Nee, maar aan de andere kant, spelende wijze leren kinderen heel veel. En okay. De kritiek hebben we natuurlijk gehad. Ik bedoel, straks staan ze hier in de luier te voetballen, dat klopt. Maar aan de andere kant hebben we peutergym, we hebben babyzwemmen. Dus waarom geen peutervoetbal? Ik bedoel, we willen de kinderen allemaal naar buiten hebben, voetballen, actief zijn. Dus dan denk ik, ja, waarom niet voetballen? Ik hoor een oproep, kom naar Dribbles. Kom naar Dribbles, absoluut. En waarom heb je Siem richting Dribbles gestuurd? Of is dat niet sturen geweest? Nou, hij vond het zelf heel leuk, want mijn vrouw had het gezien, zeg maar, in advertentie in de krant, volgens mij, in het Engels Nieuwsblad, denk ik. En we vinden het gewoon fijn dat hij samen dit spelen met andere kinderen, samen sporten. Ik heb het vroeger nooit gedaan, dus mijn ouders stimuleren dat niet, zeg maar. Ja, ik vind het zelf wel prettig. Nou, ik vind het heel belangrijk dat kinderen sowieso jong beginnen met bewegen. En Sef is een heel bewegelijk kind. Vindt eigenlijk alles leuk. En voor hem is het ook heel erg belangrijk om vrij jong in conditie te komen. Omdat hij een aangeboren hartafwijking heeft. En daarom vind ik dit heel erg goed. Want voor jonge leeftijd is er eigenlijk weinig. En ze spelen wel buiten, maar dit is toch iets beter voor de conditie. En op een leuke manier. Iets streepjes is helemaal niet erg. En hoe vindt die kleine jongen het? Leuk, super. Ja, ze doen het ook goed. Ze betrekken veel de kinderen erbij. Dus Had je niet zoiets van, dat is voor mijn zoon eigenlijk wat te vroeg, dat begin met dribbles? Ik kan beter een jaartje wachten? Nee, dat had ik bij de Bambino's. Daar liep hij mee en door de dribbles daar mogen de ouders meelopen. En daar zie je dat er een hele andere klik komt met voetbal. Dat vind ik interessant. Wat is die andere klik? Het wordt hechter en het wordt op een speelse manier nu gedaan. Aha. Dus we zijn niet heel erg met voetbal bezig, maar het is nu op een speelse manier. Wel allemaal, hè? Zie je? Ja, kom op!